De kwabaal is Nederlands zeldzaamste zoetwatervis. Deze zoetwaterkabeljauw leeft zo verborgen dat bijna nooit iemand hem ziet. Toch is het Ravon met innovatieve onderzoeksmethoden gelukt de kwabaal te vinden. We zoeken naar zijn DNA. Dit laat hij in het water achter als hij zich verplaatst. We luisteren midden in de nacht naar het geluid dat hij maakt. De kwabaal trommelt namelijk op zijn zwemblaas. Deze lokroep brengt ze bij elkaar voor de voortplanting. Uit het onderzoek op de grens van Noord-Holland en Utrecht blijkt dat de kwabaal nog voorkomt in het bekende leefgebied in de Vinkeveense Plassen en de Spiegelplas. Daarnaast is ontdekt dat er ook kwabaalen leven in de Wijde Blik. Volwassen kwabaalen kunnen niet goed tegen warm water en zijn daarom gevoelig voor klimaatverandering. In deze diepe, koude plassen leven ze nog. Maar helaas worden er nauwelijks jonge dieren aangetroffen. Ondiepe overstromingsvlakten vormen het natuurlijke opgroeigebied van jonge kwabaalen. In onze drang om water te beheersen zijn deze plekken zeldzaam geworden. Het ondiepe water warmt in het vroege voorjaar snel op en krioelt van het leven. De ideale plek voor de allerjongste kwabaalen om op te groeien. Of de diepe plassen ook voldoende ondiepe oevers hebben voor deze allerkleinste, weten we niet. Als ze groter worden, houden kwabaalen zich schuil onder stenen en in holtes op de bodem. Tal van oevers liggen vol met puin. En veenbanken zitten vol met holtes. Maar die plekken worden tegenwoordig ingenomen door invasieve kreeften en exotische grondels. Of de kwabaal zoveel concurrentie aan kan, weten we niet. Daarom onderzoekt Ravon hoe we deze soort voor Nederland kunnen behouden.